De NVAP-19-studie hebben we hier gebracht op de ESMO. Het is een Nederlandse studie. En de reden om die studie te doen, dat was omdat er voor mesotheliompatiënten maar heel weinig behandelingen zijn, überhaupt. De behandeling die we nu hebben met pemetrexed-chemotherapie, die komt van 2003. En sinds die tijd is heel veel onderzocht, maar eigenlijk geen enkel ander middel blijkt te werken bij deze ziekte. We hadden in Nederland het idee om gemcitabine, wat toch redelijk actief is, of actief lijkt bij deze ziekte, om dat in te zetten in de onderhoudsfase na de behandeling met chemotherapie met pemetrexed. De studie is uitgevoerd in 18 ziekenhuizen in Nederland. En die hebben de patiënten op het ogenblik dat ze de chemotherapie, de standaard chemotherapie met pemetrexed hadden gehad en ze hadden gezien dat de tumor niet groeide. Dat was een exclusiecriterium. Op dat moment hebben ze mensen gevraagd om mee te doen. En als de mensen mee wilden doen, is er gerandomiseerd. De helft van de mensen hebben de gewone follow-up gekregen. Die hebben iedere 6 weken een CT-scan gehad, longfunctie, andere analyses om te kijken hoe goed het met ze gaat. En de andere helft van de mensen hebben standaard dosering gemcitabine gehad. Standaard dosering gemcitabine, zoals we het ook geven voor patiënten met longkanker. Dus de helft van de mensen de chemotherapie, de andere helft van de mensen alleen opgevolgd en zo goed mogelijk ondersteund. We hebben prachtige resultaten met deze studie geboekt. Het hoofddoel was om de progressievrije overleving te verbeteren. Die is slecht bij mesotheliom. Als mensen stoppen met de standaard chemotherapie, zie je dat bij de helft van de mensen de tumor alweer groeit binnen 3 maanden. En we wilden die periode graag verlengen naar zeker 6 maanden. En nu blijkt dat in onze controlegroep de voorspelling groei van de tumor gemiddeld na 3 maanden erg goed klopt. In de controlegroep groeit die na 3,2 maanden weer. En in de behandelarm is het zo dat de tumor pas groeit na ruim 6 maanden. Dus we hebben ons doel bereikt op de mediane progressievrije overleving. Dat vertaalt zich ook naar een heel mooi resultaat. Als je kijkt naar de ziektecontrole na een jaar. Dus als mensen een jaar in de studie doen en ze zijn alleen maar opgevolgd met controles, dan zie je nog maar dat bij 3% van de mensen de tumor niet groeit. En dat is bij 21% van de patiënten zo als ze gemcitabine krijgen. Dus kans dat je ziekte nog onder controle is met deze chemotherapie is aanzienlijk veel beter. Het mooiste getal wat we daarbij hebben is de hazard ratio. En de hazard ratio voor de kenners is 0,44. Nu is het zo dat we al die getallen op 2 manieren hebben bekeken. De getallen die ik nu heb gegeven, die zijn bepaald door de onderzoeker zelf in het ziekenhuis. We hebben dat nog een keer door een onafhankelijke radioloog laten bekijken, die niet wist welke behandeling de mensen hadden gekregen. En die bevestigt deze resultaten. Dus deze resultaten zijn we erg tevreden mee. Nu is het zo dat meteen de volgende vraag daarna is, ja, en leven mensen dan ook langer? Ja, dat weten we nog niet. Die analyse die kunnen we nog niet draaien, dat kunnen we pas over een paar maanden doen. Dus begin 2020 hopen we die analyse te hebben. De impact op de klinische praktijk is volgens mij, maar ik ben een beetje gebiased, ik ben erg enthousiast met deze resultaten, die is best aanzienlijk. Het is voor het eerst sinds 2003, dus na 16 jaar na het vaststellen van de eerste behandeling, dat we een positieve studie hebben waarbij mensen baat hebben. Nu is het alleen op dit moment nog vastgesteld dat mensen er baat bij hebben wat betreft de progressievrije overleving. Dus de vraag is of daar de moeite voor waard is. Dus in tegenstelling tot heel veel andere nieuwe behandelingen, immuuntherapie, TKI's, misschien gaat immuuntherapie helpen bij mesotheliom, dat horen we morgen op dit congres. Maar in tegenstelling tot al die behandelingen die heel erg duur zijn en tonnen kosten, is dit een behandeling waarbij je met een paar honderd euro klaar bent per kuur. Mensen hebben gemiddeld 5 kuren gehad, dus reken je maar rijk. Dus voor een beperkte financiële inspanning met beperkte toxiciteit hebben mensen een beperkte weliswaar, maar eindelijk een keer winst. Dus ik ben erg enthousiast.